Dames en heren, hartelijk welkom. Vanmorgen om 10 uur heb ik de bijeenkomst van het Centraal Stembureau geschorst. Omdat wij na onderling overleg en op basis van mijn besluit hebben gekozen voor een herberekening of een hertelling van de uitgebrachte stemmen op de diverse partijen die meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De aanleiding was het kleinst mogelijke verschil tussen de BAM en GroenLinks, of de GroenLinks en de BAM. En en passant betekent dat ook dat je de overige uitgebrachte stemmen meeneemt in onderzoek. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat na een heel zorgvuldig telproces GroenLinks aanvankelijk op basis van de voorlopige telgegevens 1243 stemmen had en dat blijkt na telling 1241 te zijn. De BAM had er 621 en dat is ook 621 gebleven. Dus de conclusie is dat de aanvankelijke restzetel die aan GroenLinks was toebedeeld, toch ter faveur van de BAM zal komen, waarbij het verschil eigenlijk door middel van stuivertje wisselen betekent dat GroenLinks op 1 blijft staan en de BAM ook 1 krijgt, 1 zetel krijgt. Een minimaal verschil op bijna 19.000 stemmen, maar wel een fundamenteel verschil als het gaat om de restzetel toebedeling. Met betrekking tot de overige genoemde kandidaten kan ik nu dus zeggen dat er geen veranderingen zijn. Dus dat betekent dat, zoals het zich er nu laat uitzien, de heer Bart Huisman niet de tweede man wordt van GroenLinks, maar dat zijn zetel wordt ingenomen door de heer Groot namens de BAM. Dat was in een nutshell wat we vandaag met elkaar geconstateerd hebben. Als voorzitter van het Centraal Stembureau spreek ik natuurlijk mijn dank uit aan jullie voor het harde werken en het coördineren van het tellen. Ook de mensen van de gemeentelijke organisatie wil ik oprecht bedanken voor hun medewerking en ook onze medewerkers. Er zijn ook een tweetal buurgemeentes, Hoorn en nog meer, die hun diensten hebben aangeboden. Dank daarvoor. En diep respect voor het harde werken. En ben ik blij met het resultaat. Ik ben blij dat ik gekozen heb voor een zorgvuldige toetsing van het aantal uitgebrachte stemmen. Dus in die zin tevreden met de uitkomst zoals die nu door mij aan u is medegedeeld. Zijn er nog andere zaken die van belang zijn? Nee? Dan gaan wij nu over tot het vaststellen van de definitieve aantallen door het zetten van handtekeningen op de centrale procesverbaal dat wij uit gaan